tweede counterkans. Daar komt Erwin Koeman aan de linkerkant. En die gaat gelijk rechtdoor natuurlijk. Ja, en dan nu de volgende goal. Ja, dus. Zo doet Groningen dat heel snel. Vlak achter elkaar de goals. Waardoor Groningen nu plotseling een kans krijgt via Brokken en McDonald. Maar Koeman is in kansrijke positie en kan inkoppen. Een schitterende goal. Brokken werd weggestuurd en die zag dat Koeman zichzelf in kansrijke positie manoeuvreert. Groningen leidt verdiend met 0-1 in de 21ste minuut. En dan Erwin Koeman, weer geen buitenspel. Weer kan hij alleen op Hans Gallier af. En dit is hem, 1-3, Erwin Koeman. Terwijl u nog eens kijkt naar de derde kans die Erwin Koeman in de tweede helft krijgt. En dan is het wel raak, 1-3. Van Dijk. Het bekende recept richting McDonald. Koeman, kans en doelpunt. Onvoorstelbaar misverstand in de verdediging van Inter Milaan. Richting McDonald. Die lijkt zich af te zetten in de rug van Banyi. En dan mist Colovati en schiet Koeman met rechts door de benen van Senga. Rechter verdediger van Aarle is daar nu weg, Mulder. En dan is daar het doelpunt. Ja, Erwin Koeman. Maar ja, het succes lag daar toch al vanaf het hoofd van Erwin Koeman. 19e minuut, 1-0 Groningen. Nu Koeman met links. Ook lang niet gek. Sterker, het is weer 2-1. Onwaarschijnlijk. 13 minuten staan er op de klok. Er zijn 3 goals gemaakt. Bal moest omhoog, uit het spel dreigen. Erwin Koeman. Goed ingeschoten zeg. Prima ingeschoten. Erwin Koeman. Rijnstekers gaat wel naar de grensrechter om te zeggen dat het buitenspel moet zijn geweest. Maar ja, in ieder geval schiet Erwin Koeman die bal uitstekend in. Is van Koeman. En de bal ligt er dus heel mooi in. Dat is een hele mooie. Over de muur, onbereikbaar van Hiene, 1-1, 44e minuut, eerste helft. Links gaat Anne Mulder, die trekt het gat en Koeman heeft dan de ruimte om te schieten. Wat een fantastisch doelpunt! Let vooral op Anne Mulder met nummer 5 daar. Kijk, die trekt naar de buitenkant, waardoor Koeman zomaar vrij kan richten. 2-1 voor Groningen. Koeman en McDonald. Erwin Koeman, prima! Dit is waar het Oosterpark op zat te wachten. Die goede aanval opgebouwd door Brokken. Met als eindstation Erwin Koeman. Die nu zijn feestje mag vieren. En terecht.